In het grote boek wordt door de thuishulpen dagelijks genoteerd hoe het met mijn moeder gaat. Ze mieren verslagen van haar dagen. Gaat het goed, dan opent het verslag met: mevrouw is vandaag goed te pas. De bibliotheek, de tweede verdieping, doet aan debatten omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat mensen een eigen mening vormen. Dat mensen hun mening delen met anderen. En dat hun mening wordt overgebracht naar mensen die iets met die mening kunnen. En daardoor veranderingen kunnen bewerkstelligen. Het is echt het menselijk contact van ik zie jou, ik steun jou, ik help jou. Ik vind deze soort discussieavonden heel erg nuttig. Ik wil dat andere mantelzorgers weten dat ze überhaupt mantelzorger zijn. Want dat weet niet iedereen gelijk. Ik wil ook dat mensen weten dat als ze hulp vragen, dat ze die ook kunnen krijgen. En dat je niet alleen hoeft te zijn als mantelzorger. En ik hoop dat ook de overheid en andere mensen profijt hebben van deze verhalen. Zodat zij ook een betere samenleving kunnen maken waar mantelzorg gewoon een plekje krijgt. En dat we het met z'n allen samen doen. Voor mij wel informatief. En ook gewoon dat je andere mantelzorgers ontmoet waar je gewoon leuke gesprekken mee kan voeren. Je bent medeverantwoordelijk voor die zorg. Je kunt niet alles uit handen geven. En ik heb die zorg ook zelf gezocht. Daar zijn natuurlijk allerlei instanties voor. Maar je moet ook zelf op zoek gaan. Heel bijzonder, heel divers. Goede meningen vanuit het publiek. Wel meningen waarvan ik denk van oké, dat kan ik ook meenemen in mijn werk als mantelzorgmakelaar. Voor mij een kans om van mantelzorgers zelf ook te horen hoe zij dat beleven, waar zij mee zitten en hoe zij ondersteund kunnen worden. Ik heb een paar dingen meegekregen. Ten eerste, mantelzorgers willen gezien worden. Ze worden steeds meer gezien, maar we zien ook dat we heel veel mantelzorgers nog niet kennen. Dus mijn eerste oproep is, maak je bekend. Het tweede wat ik gehoord heb is tijd. Mensen hebben gebrek aan tijd, hebben tijd nodig. Zeker als ze ook ergens werken. Nou, daar zijn ook regelingen voor. Je ondersteuning van mantelzorgers is altijd maatwerk. Iedereen is verschillend en iedereen heeft wat anders nodig.